Goedenavond. Een complete wielerploeg die uit de Tour is genomen. Uitgebreide, onaangekondigde controles van 53 renners, verdeeld over 5 ploegen op de samenstelling van hun bloed. En een Nederlandse ploegwagen die, naar nu pas blijkt, in maart werd aangehouden met verboden middelen aan boord. Nogmaals, goedenavond en welkom bij Studio Sport. In Frankrijk gaat het allang niet meer over het wereldkampioenschap voetbal. Want voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de France is een complete ploeg uit de ronde verwijderd. De Festina-ploeg. Niet omdat de renners zijn betrapt op het gebruik van verboden stimulerende middelen. Maar omdat de ploegleider Bruno Roussel had toegegeven dat zijn renners in georganiseerd verband verboden middelen gebruiken. De toerleiding kende geen pardon. Op basis van artikel 29, dat voorschrijft dat niets de ethiek en de moraal van de ronde mag schaden, werd Festina verwijderd. En dat lot hangt nu wellicht ook de ploeg van TVM boven het hoofd. Want op 4 maart van dit jaar werd een ploegwagen van die Nederlandse equipe in de buurt van Reims aangehouden met 104 ampullen van de verboden stof EPO aan boord. Servaas, gisteren gaat er een heleboel spelen, wat ook met jouw ploeg te maken heeft. Hoe lang wist jij dat dat gekloot, laat ik dat zeggen, van de douane speelde? Ja, we hebben dat in maart of zo ongeveer gehoord van Kees. En ja, vanaf toen speelt het al natuurlijk. Maar ja, is daar veel over gesproken binnen de ploeg? Nou ja, we hebben met de ploeg gewoon bespreking gehad en ja, wie het gedaan zou hebben. Maar... tot nu toe is het nog niet bekend hoe het erin is gekomen. Dus. Is het niet heel gek wat er allemaal gebeurt? Ja, dat vinden we zelf ook. Maar ja, je weet niet wie of wat het gedaan heeft. En dat is gewoon het hele gekke ervan natuurlijk. Hebben jullie afgesproken met elkaar hoe je hiermee om moet gaan? Is er door de baas bijvoorbeeld gezegd erover zwijgen of zo? Nee, het is gewoon gezegd van ja, vertel de waarheid maar en hoe het in elkaar zit. En meer kunnen we ook niet doen. Het is zo eng aan het worden, vind ik, hier in de Tour de France. Vind jij dat niet? Ja, zeker. En ja, het een komt naar het ander en dan ja, is het gewoon niet leuk. Ik bedoel, ja, je weet niet hoe, ja, bij ons bij de ploeg, je weet bij God niet wie het gedaan heeft. En dat is nog het frustrerendste natuurlijk. En ja, we weten gewoon van onszelf dat we het niet gedaan hebben. Dus... ik vraag je nu recht op de man af. En we kennen elkaar een paar jaar. Ja. En we kunnen elkaar recht in de ogen kijken. Heb jij ooit EPO genomen? Nee. Zou je het ooit doen? Ik ook niet. Nee, ik ga mijn leven niet in een waagschaal gooien voor dat soort dingen. Ik denk dat het belangrijker is om gezond te blijven als om misschien eens wat harder te rijden. Kees Priem, de wagen werd op 4 maart onderzocht. Wanneer werd het jou bekend dat dat gebeurde? Ik denk de 5e. Wat hebben jullie toen gedaan? Wat ik gedaan heb is gewoon met onze mensen gevraagd wat er aan de hand was. Welke mensen zaten er in die auto? Er zaten 2 mechaniekers in die auto. Die op de loonlijst stonden van TVM? Nee, niet allemaal, nee. Niet allemaal. Wie wel? Nou, dat maakt niet uit. Wat is er daarna gebeurd? Daarna hebben wij een hoop dingen... ik ben zelf eerst naar Spanje gevlogen. Toen zijn we wat aan de hand was. En later ben ik naar... Italië vloog om te kijken wat daar aan de hand was. Dus ik heb daar gewoon, jongens, echt eventjes orde op zaken gesteld. Het is in elk geval niet orde op zaken gesteld. Wat is hier aan de hand? Wat heb je met de mensen gedaan die die auto reden? Op dit moment niks, want dat onderzoek dat loopt en ik kan daar niks mee doen. Is het waar dat een van die mensen die daar in die auto zat hier in de Tour de France aanwezig is? Dat kan ik niet zeggen. Maar dat is ook niet... belangrijk op dit moment, omdat het daar niet... op dit moment zoeken ze daarom niet in. Nou, Willy Voet kreeg ook een naam, hoor. Willy Voet kreeg ook een naam, maar ik vind... zolang als dat er geen schuldige aangewezen is, kan ik ook geen schuldige geven. Maar jij als vertegenwoordiger van TVM ontkent op deze zaterdag hier niet... dat alles gebeurd is zoals vandaag naar voren is gekomen. Hoe het er precies naar voren is gekomen, ik heb de kranten nog niet gelezen. Maar in elk geval, we zijn aangehouden. En er zijn spullen in die auto, of tenminste er is een aantal spullen zijn daar gevonden. En het is, ik dacht geen grote aantallen, maar in elk geval, we zijn daar direct mee bezig gegaan. Maar heb je de papieren van de Franse justitie niet gezien? Want over het algemeen schrijven die precies op wat ze vinden. Hebben jullie die papieren gezien? Het leeft bij de advocaat en die zoekt het ook verder uit. Waar zit die advocaat?
Ja, die zit hier in Frankrijk. En hoe lang is die daar al mee bezig? Nou, die is al een tijd mee bezig om te kijken hoe we dat moeten doen. In elk geval ook wie is hier de schuldig aan. Want ik wil wel weten wie dat gedaan heeft. Heb je niet al die tijd met je billen verschrikkelijk tegen elkaar gelopen? Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik me niet lekker voelde. En nu? Ook niet. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Ik bedoel, een dominospel is bekend. Als je één dominosteen aanraakt, die valt, dan valt de volgende. Zijn jullie de volgende na Festina? Ik ben niet bang, want wij spreken de waarheid en ik ben niet bang om de waarheid gewoon hier te zeggen. Dat zei Roussel ook. Ja, maar dat kan dan zijn, maar ik ben toevallig een zeer, want ik spreek wel de waarheid. En de waarheid is? Wat ik nu vertel. Dat jij niet weet hoe het in de wagen kwam? Nee. En degenen die dat wel weten, worden die misschien wel snel buiten de Tour weggesluist? Ik hou niet van sluizen, want ik denk niet dat aan de orde is. Ik denk, ik moet eerst uitzoeken wie de schuldige is. En daar zijn ze mee in het onderzoek bezig. Van maart tot en met midden juli, dat is een redelijke tijd. Ja, maar ik heb dat niet in de hand. Voel je nu? Klote. Jouw assistent Redan geeft net een half uurtje geleden toe dat het op Epo gaat. Ja, maar hij was in die wedstrijd. Dus hij is bij de... Dat weet jij dan toch ook? Hij is bij de dingen betrokken geweest. Maar als Redan zegt dat het om Epo gaat, dan weet jij dat toch ook? Ik weet het ook, ja. Maar ik ga niet op de dingen vooruit lopen die nog lopen. Daar wil ik wel even tegenin komen. Net ontken je het. Een minuut of zeven geleden zeg je dat het er niet was. Dat je niet wist wat het was. En nu, zeven minuten later, zeg je dat het wel Epo is. Nou, het schijnt dus... Hendrik Redant, die was in die wedstrijd. En die heeft ook eigenlijk alles... moet ik zeggen. Die weet misschien iets meer vanaf als ik. Want ik ben er nooit bij geweest. Maar ik weet in elk geval wel dat het niet de goede spullen was die erin lagen. Goed, dan zal ik je nu duidelijk recht op de man afvragen. Met 22 getuigen erbij. Was het Epo ja of nee? Ik denk het wel, ja. Je denkt het? Ja, het is zo, denk ik. Ja. Ik hoef er niet omheen te draaien. Maar het is niet van ons. En daar blijf ik bij. Mag je nou een gewetensvraag stellen? Ja. Waarom probeer je in 5 minuten gesprek hier met de volledige Nederlandse wielerpers, waarom probeer je dingen te verdoezelen? Wat heb je te verdoezelen? Nee, niks. Maar waarom zeg je dan de waarheid niet? Wat zeg ik dan de waarheid niet? Wat heb ik dan de waarheid niet gezegd? Je bent in tweede instantie weer teruggekomen op Epo. Eerst wist je het niet. Nou ja, dat is dan... het is ook een rot woord om hem in je mond te nemen. Ja. Het is zo. Tja, de affaire heeft er vooralsnog geen consequenties voor de TVM-ploeg in de Tour, maar wel voor de Festina-équipe. Après avoir pris connaissance des derniers éléments d'information émanant du tribunal de Lille, après les avoir longuement pesés, nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Décision difficile car nous avons beaucoup pensé aux coureurs, mais décision qui nous paraissait indispensable et que nous espérons salutaire, et pour le Tour de France et pour le cyclisme, et qui, nous l'espérons aussi, mettra un terme au climat malsain qui régnait sur l'épreuve depuis le départ de Dublin. Pour ma part et pour l'équipe, Festina, on va partir, ça c'est sûr. Donc la société du Tour, s'ils prennent le risque de nous empêcher de partir, eh ben, ils s'opposeront au problème qu'il y a, parce que nous, il n'y a pas eu encore de jugement. Nous, on est hors de cette affaire et on essaye de nous enlever pour déculpabiliser peut-être le Tour de France ou toute cette affaire comme si elle était sur notre tête. Elle est sur notre tête, mais elle est sur le peloton français en ce moment. Mais le dopage organisé dont parlait Roussel, vous en avez jamais entendu parler, vous? Bah moi, maintenant, ce que j'attends, c'est de prendre mon petit déjeuner et me concentrer pour ce contre-la-montre. Et j'espère rencontrer Jean-Marie Leblanc au plus. Dat gesprek met de kopmannen Zülle en Virange kwam er, waarna de renners van Festina besloten niet meer van start te gaan.
Maar er werd gelukkig wel gewoon, nou ja, gewoon gefietst vandaag. Sterker, voor de ronde renners is de Tour vandaag echt begonnen. Na een week van vlakke etappes, valpartijen en massasprints, is er morgen de eerste bergetappe. En was er vandaag de eerste, niet de eerste, maar een individuele tijdrit. 58 kilometer lang moest er gereden worden. Tegen de klok, dat gebeurde in het midden van Frankrijk, van Mairie-Jacques-l'Église naar Corrèze. Het is een heuvelachtig parcours met één col van de derde categorie. Steven Rooks en Herbert Dijkstra geven commentaar bij deze festina-loze toeretappe. Wel aan de start deze telecomrenner met een prachtige fiets. En deze man moet proberen, u herkent hem, daarop de snelste tijd vandaag neer te zetten. Inmiddels zijn er uiteraard wat tijden al neergezet. De eerste renner ging vanochtend van start om 8 minuten over 10. Massimiliano Mori, de Italiaan. De snelste tijd op dit moment op de klokken gezet. De Amerikaan Tyler Hamilton. Maar dat is allemaal het tussenklassement. Hamilton, de Amerikaan, die dus heel goed gereden heeft met een tijd van 1 uur 16 minuten en 35 seconden. Inmiddels hebben 5 landgenoten deze tijdrit over 58 kilometer inmiddels afgelegd. Belangrijk voor het klassement, Michael Bogert. 1 uur 18 minuten en 41 seconden. Straks weten we wat die tijd waard is. En we kijken even naar Ries. Het gaat niet zo goed met hem, althans dat geven de tussentijden aan. Hij moet nog 24 kilometer. Het zijn zware kilometers als de benen niet goed zijn. Kijk eens naar zijn gezicht. Hoho. Bjarne Ries heeft het moeilijk. Oh, wat geeft hij veel toe op de Amerikaan Hamilton, zeg. Zijn we weer bij Olano. Ik zie net de tussentijd van Olano naar 13 kilometer is 16 minuten en 45 seconden. De tijd van Ulrich was daar 16 minuten en 13 seconden. Dat is een achterstand van 32 seconden na 13 kilometer. Dat is veel, hè? Dat is erg veel. Jalabert overigens kwam daar binnen op 15 seconden van Jan Ulrich. Ja, dat is toch een verrassing dat deze Spanjaard na 13 kilometer al zoveel toegeeft. Hij wekte toch de indruk dat hij goed bezig was zo de eerste week. Maar als hij na 13 kilometer al meer dan een halve minuut moet toegeven, wat zegt dat? Ja, dat is veel. Ja, dat is heel veel. Jan Ulrich, de man die de snelste tussentijden op de klokken zet. Dit is nogmaals die tussentijd na 13 kilometer. Hamilton nog altijd tweede voor Laurent Jalabert, die 3 seconden toegeeft op de Amerikaan. Ook dat is verrassend. En dit zijn de schoenen van Jalabert. Hij heeft ze vast geel geschilderd, een beetje optimistisch misschien. Want de tussentijden van Jalabert geven aan dat het niet heel goed met hem gaat. Hij is langzamer bijvoorbeeld dan Berzin. Tenminste op het eerste meetpunt deed Jalabert het nog hartstikke goed. 15 seconden verloor hij maar op Ulrich. En Hamilton 12 seconden en Berzin 19 en zijn broertje Jalabert, daar moeten we ons natuurlijk niet mee vergissen. Nicolas, die ook in de peloton mee rijdt en die ook een hele goede tijd heeft kan rijden, staat ook nog steeds kort in het klassement na 13 kilometer. Maar goed, we zitten nu weer terug bij Jan Ulrich, die weer een van die vele heuveltjes in het traject moet bedwingen. En nog steeds blijft hij maar in het zadel zitten. Wat een kracht heeft die man. Ja, heel soms staat hij even op de pedalen, maar onmiddellijk. Gaat hij weer zitten? Dat is toch meer, denk ik, als een ontspanning. Normaal is het zo dat de renner, als het een beetje bergop gaat en je voelt dat je snelheid gaat verliezen, ja, dan is het zaak om door te gaan staan. Dan kun je iets meer bewegen, iets meer aan je stuur trekken. Dan probeer je dat tempo wat je op dat moment hebt vast te houden. Maar een Ulrich die houdt het gewoon vast op het moment dat hij gewoon blijft zitten. Dat zijn er maar een paar die dat echt kunnen. Laten we eens even het klassement geven van de tijden tot dusver gereden. Hamilton, de Amerikaan, gaat zo verrassend aan de leiding. Hij heeft een hele goede tijdrit gereden. Dat is een ding wat zeker is. 1 uur 16 minuten en 35 seconden.
Hier opnieuw een tussentijdrit. Tussentijd. Die is van Ulrich. Oh, wat gaat hij vreselijk hard, zeg. Dit is de tussentijd na 34 kilometer, waar hij Hamilton 45-37 had. En Ulrich is al bijna binnen, je ziet het. Snoept daar weer enkele secondes af. Na 13 kilometer was het 12 seconden. En na 34 kilometer, we gaan het zo zien. Toch is het knap wat Hamilton hier laat zien, hoor. Want Ulrich is er nog niet. Minder dan 37 seconden is het verschil. Ulrich dus de snelste tussentijd. Dat lag in de lijn der verwachting. Nadat we ook al bekend waren met de tussentijd na 13 kilometer. Maar het klassement hier op de streep. Voorlopig nog Hamilton, de Amerikaan aan de leiding. Gevolgd door Berzin, die meer dan een minuut toegeeft. 1 minuut en 11 seconden. Dan Casagrande, een klassementsrijder. 1 minuut en 12 seconden. Dan Luc Leblanc, de Fransman, gevolgd door Mauri op 1.47. En het verschil tussen Mauri en Michael Bogert bijvoorbeeld is niet zo heel erg groot. Dus voorlopig lijkt het erop dat Bogert een behoorlijke tijdrit hier heeft neergezet. Herbert, mag ik even onderbreken. Bij 34 kilometer was het verschil tussen Ulrich had daar nog steeds, heeft daar de snelheid en zal de snelheid daar behouden. Jalabert was daar 37 seconden achter. En Olano, je hebt het al verteld, verloor daar 1 minuut en 37 seconden. En dat is natuurlijk voor een renner als Olano, die hier toch naar de Ronde van Frankrijk is gekomen om mee te doen voor de overwinning, is dat erg veel. Ja, u kijkt hier naar tussentijden, na 45,5 kilometer. Ulrich aan de leiding, gevolgd door Hamilton. Toch een beetje de verrassing van deze dag, gevolgd door Ekimov. En hem kennen we. U kijkt naar de binnenkomst van Bjarne Ries. Het gaat niet goed met hem. Kijk maar, hier is zijn eindtijd. Meer dan 1 uur en 19 minuten en de seconden stikken weg. En zo gaat de Deen heel veel tijd inleveren in deze lange tijdrit. En dit lijkt me Ekimov. Jawel, ja. Ekimov komt binnen en hij gaat een goede tijd op de klokken zetten. Hij klopt niet de tijd van Hamilton, zijn teamgenoot, maar de tijd mag er zijn. Vyacheslav Ekimov, tweevoudig wereldkampioen op de baan, zet 1 uur 17 minuten en 5 seconden op de klokken. Voorlopig goed voor de tweede tijd, maar er gaan nog heel wat renners onderduiken. Tyler Hamilton, tot dusver de snelste, over 58 kilometer. Maar hier komt de ontketende Jan Ulrich. 1:16:35, de tijd van Tyler Hamilton. En hier komt de Duitser Ulrich. Knokkend tot de laatste meter. En dan gaat hij toch een minuut pakken, meer dan dat, op Hamilton. En hij zit hier de snelste tijd op de klok. En dan is het aftellen. De anderen, wat gaan ze doen? We hebben de tussentijden gezien, die zijn niet hoopgevend. Zeker niet voor Olano. Jalabert geeft toe. En voor de rest nog een heel leger sprinters dat straks in actie mag komen. Hier rijdt Jalabert. Sprinters die binnen gaan komen, daar heeft Ulrich niets van te vrezen. En na de tussentijden zich laten aanzien, heeft hij ook niets te vrezen van de kampioen van Frankrijk, Laurent Jalabert. Bobby Julich, ja, dat is een tijdrijder. Dat heeft hij vaker laten zien. Ook nu bevestigt hij dat. Goede proloog gereden. Ook vorig jaar verrassend goed in de lange tijdritten. 1:16:43 honderdste. De tijd van Bobby Julich. En onthoudt u die naam, we gaan hem de hele ronde nog zien. Hij is ook goed in de bergen. Wat heeft die Ulrich hier een vreselijke mokerslag uitgedeeld. Jalabert is inmiddels gezakt naar de vierde plaats, dus achter de beide Amerikanen. Hier is de tijd van Jalabert. 1 uur 16 minuten en 49 seconden. En dan is het wachten op de andere klassementsrenner Olano. Die moet nog binnenkomen. Kijkt u mee met de tijd. Onder in beeld de tijd van Ulrich, daarboven die van Olano. 1:15:25 staat voor Ulrich.
En hij geeft heel veel toe, de Spanjaard. Nu al meer dan 2 minuten. En we zijn er nog niet. Ja, dit is teleurstellend voor Olano. Niet bij hij dus een hele hoop toe. Oh, wat heeft hij geknokt, zeg. Bootje Hamburger gaat elk jaar beter rijden in de Tour. Hij gaat voor het klassement, moet dus diep gaan in de tijdrit. Maar chapeau voor deze kleine Deen. Ja hoor, mooie tijd. 1:17:54, de tijd voor Bo Hamburger. En daar hebben we hem dan, Stuart O'Grady. Zijn laatste gele trui die hij nu over de streep slingert. De tijdrit over 58 kilometer gewonnen door de Duitser Jan Ulrich. Hij is straks ook de nieuwe gele truidrager. Hamilton, Julits, Laurent Jalabert op de vierde plaats. En Michael Bogert heeft het vandaag heel goed gedaan. 1:18:41. En was daarmee dus nog net een seconde sneller dan Stuart O'Grady. En staat dus vandaag bij de beste 15 in de rangschikking over de tijdrit van 58 kilometer. Voor de volledigheid, dit is de uitslag van die 7e etappe van de Tour de France. Jan Ulrich had een voorsprong van 1 minuut 10 op Hamilton en 1 minuut 18 op Julits. Daarna Jalabert, Ekimov, Olano, Berzin, Francesco Casagrande, Heulot en Bo Hamburger. Michael Bogert was vandaag de beste Nederlander op de 14e plaats, op 3 minuten 16 van Ulrich. Op de 20e plaats Patrick Jonker, daarna Van Bon, Voskamp, Moerenhout, Knaven, Denbakker, Blijlevens, Vierhouten en De Jong. Het klassement is op zijn kop gegooid en ziet er nu zo uit. Ulrich eerste, gevolgd door Hamburger, dan Julits, Jalabert, Hamilton, Ekimov, Garcia Acosta, O'Grady, Olano en Hebner. De klassering van de Nederlanders. Bogert is de beste landgenoot. Op enkele seconden wordt hij gevolgd door Jonker. Op meer dan 5 minuten achterstand staat Van Bon. Dan Voskamp, Moerenhout, Knaven, Blijlevens. Allemaal lekkere Hollandse namen. Denbakker, Vierhouten en De Jong staat op meer dan 10 minuten. Rechtstreeks verslag van de 8e etappe kunt u morgen zien vanaf 3 uur op Ditnet op TV 2.